Welkom bij Studio Provara. Vanaf deze plek praten we je de komende tijd regelmatig bij over alle ins en outs van Provara. Deze week aan tafel mijn collega's Frederik Lengers en Stephanie Veerman. Ik denk dat ik namens het hele Provara team spreek als we er ontzettend naar uitkijken om iedereen in oktober weer te ontmoeten in de RAI. Het thema van dit jaar, Dare to Dream. Frederik, een idee voor jou. Hoe kwam je bij het thema? Nou ja, in coronatijd is alles natuurlijk een beetje anders. Alles voelt wat anders aan. Samenwerken is niet minder belangrijk. Maar Dare to Dream staat toch wel, denk ik, voor alles wat hoop op betere tijden. Inspiratie ook vooral. Dus ik hoop inspiratie heel erg terug te zien op de podia, op Provara straks, maar überhaupt in het land en overal waar we straks weer komen. En we hebben natuurlijk ook gekoppeld aan Together for a Better Built Environment. Ja, de sub-payoff. De sub-payoff. Absoluut. Dus gewoon hoop inspirerend. En ik hoop op een heel inspirerend podiamoment van heel veel sprekers, dat ze daar even extra hun best voor gaan doen om die mooie verhalen daar neer te zetten. En na zo'n jaar kijken we er allemaal ook wel naar uit om dat soort positief dingen weer te mogen inspiratie, doen. Positiviteit. Ja. Leuk. Zeker. Ja. Ja, dan zijn jullie de afgelopen maanden alweer druk bezig met het inhoudelijke programma. Steef, kan jij daar al een tipje van de sluier oplichten? Ja, absoluut. Ja, we zijn hartstikke druk alweer bezig met het inhoudelijk programma. Standhouders motiveren en weer benaderen om deel te nemen aan de werksessies. Daar hebben we verschillende onderwerpen in, bijvoorbeeld eco-inclusieve gebiedsontwikkeling, energietransitie, de publiek-private samenwerking, maar ook de gezonde leven- en werkomgeving zijn zeker onderwerpen die daar worden besproken. Dus die gaan we binnenkort starten en we hebben heel veel zin in. Heel leuk. Ja. Nou, ik kijk er naar uit. Frederik, we hebben de laatste tijd regelmatig en intensief samengewerkt omtrent Provara Future. Het innovatie- en proptechplein op de beursvloer. Ik denk dat we mogen stellen dat het ons op zich wel gelukt is om de crème de la crème van de sector bij elkaar te brengen. Kan je alvast iets meer vertellen over het programma of kan je vast dan wat doen aan wat name dropping? Heb je wat leuke bedrijven die je zou willen aankondigen al? Nou, we hebben weer Schiphol Real Estate, WPD Forum, MVGM en Primefest. Rabobank. Rabobank niet te vergeten, als ambassadeurs en met hun maken we ook samen het programma. En we hebben natuurlijk ook de PropTech, de genomineerden van de PropTech Challenge die we eerder in 2020, nog net voor coronacrisis, het podium hebben gegeven. En die krijgen nu het echte podium waar ze toch voor gepitcht hebben. En dus we hebben even moeten wachten, maar die komen ook zeker weer aan bod. En we hebben een aantal leuke nieuwe partijen. Als Wunderbricks en OSRE, OMRT, Office Smartvatten. Ja, die zijn er ook weer bij. We zullen er vast en zeker ongetwijfeld een aantal vergeten te noemen. Maar wil je het complete overzicht zien, kijk dan eventjes op onze website onder het kopje standhouders. Daar vind je ze gewoon allemaal natuurlijk. Ik denk dat we hierbij aan het einde gekomen zijn van deze aflevering. Maar misschien hebben jullie nog iets Nou ja, misschien nog even wat we nog niet benoemd hebben, is dat wij als Provara heel erg hopen en rekenen dat we in oktober zonder alle beperkende maatregelen de beurs kunnen draaien. Juist. Zodat iedereen weer gewoon op zijn eigen stand kan staan en de bezoekers daar gewoon kunnen rondlopen. Gewoon zoals men dat al heel veel jaren bekend is. Goed zo. Ja, en niet te vergeten, als er vragen zijn over de inhoud of standhouders willen aansluiten, of bel ons. Ja. Leuk. Ja, goed. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.